Klopt eigenlijk. Ja, Mattia is wel echt eigenwijs, ja. Hallo, hallo, hallo! Welkom bij Vlogmas deel, dit keer wel deel 7. Ik zat net vlog te editen, zat ik te zeggen dat de vorige al deel 7 was, maar toen waren we pas bij deel 6. Goed verhaal, leuk dat je weer kijkt. Ik ga iets super kerstigs doen, namelijk een kerstkrans maken met mijn schoonzus. Dus daar gaan we nu heen. Kijk hoe grauw het is buiten, echt. Heel smerig weer vandaag. Kijk eens, Flynn, wie zit daar? Ja, dat weet ik. Wie is daar? Ik denk dat het nu wel tijd is om een afscheid te nemen. Ja, dat is die daarin zit, die is ongeveer hetzelfde. Heel leuk, je ziet jezelf, hè? Dat is mooi. Ik ben bij mijn broer en Anne en Flynn. En die hebben een nieuwe auto gekocht. Dus ik ga heel even de paarse panda, de Twitch-auto, die ga ik eventjes op de foto zetten. Of nee, op de vlog. Memorabel momentje dat we afscheid moeten nemen van deze. Ja, na 11 jaar. 11 jaar, nieuw gekocht. Nee, 10 jaar. Zat niks op. Ja, bijna 10 jaar. Geen extra functies, er zit geen airco in. Maar er is een nieuw baby op komst, hè? Jij wordt grote broer. Dus er moet een grote auto. Of een grote zus, dat weet je nog. Nou, het mag ook grote zus worden, als je wil. Maar vooralsnog is het een grote broer. Of je vrouw met je vader. Hij wordt gewoon een groot mens. Ja, een grote Apache-helikopter. Tot zo. Tot zo. Veel plezier. Is dit poesje lief? Oh, is ze lief, hè? Vlogger? Ben jij een vlogger, Flynn? Kijk. Ja, doe maar kletsen tegen de vlog, hè? Ja. Ik heb niet zoveel batterij, dus ik ga niet te veel van dit soort onzin vloggen. Het is wel een leuke vlog vandaag, want het zijn 2 weekenddagen. Dus ik doe allemaal leuke dingen altijd in het weekend. Zover dat nu mogelijk is met corona. Dus ja, we beginnen vandaag met kerstkransen maken bij mijn schoonzus. Daar kun je voorzien. De nieuwe auto. Die is er ook. Ik vind hem heel mooi. Sportage. Klinkt wel heel cool. Klinkt wel stoer. Jij vindt hem ook mooi, hè, Flynn? Ja. Het is zover. We hebben de tafel klaargezet. Kijk, Anne is hier heel bekwaam in het maken van de krans. Daar gaan we een krans van maken. Ja, proberen. Ik heb anders ook nog andere takken waar ik die van mij van heb gemaakt. Ah, ja. Andere pakken. Nou, deze heb je van de kringloop, hè? Een zak vol met ballen van de kringloop. Ja, en ook, dit is wat ik vorig jaar gekocht had voor mijn kranten. Oh ja. Dus die zijn van toen gewoon over. Ja. En deze heb ik vorig jaar van jou gekregen. Ja, het zijn dat was die plastic van de IKEA. Ja, dat kun je echt heel goed gebruiken in de krans. Ja, precies. Ja, goed. Ja. Hier hebben we dan het groen voor in de krans. Die heb je al. Mooi, hè? Dus ik ga ermee aan de slag met Anne samen.
het eindresultaat van... nou, hoe lang zijn we bezig? 1,5 uur? Zoiets. Knutselen? Zoiets. We zijn voor oranje met rood en goud en een beetje groen. Ja, ik vind hem heel mooi. Prachtig. Wat is er nou? Ik ben net aan het vloggen, maar je zit te huilen. Ik ga nu Anne helpen met de kerstboom en we gaan voor de kitsch kleur. Ik vind die gele ballen ook echt heel leuk. Maar Anne heeft dus een paar van Vondels ertussen. Die zijn echt zo mooi. Hier ook een flamingo op een scooter. Die, hoe bedenk je het? Maar wel heel leuk. En die papegaai. Ook fantastisch. De lampjes zitten erin. Nou, de ballen. Ik ben erg tevreden met het eindresultaat. En die gele ballen ben ik echt helemaal weg van. Leuk, hè? Ja, ik hou wel van zo'n drukke boom. Stiekem zou ik er dan ook nog drukke verschillende kleurtjes lichtjes in doen. Maar ja, wie ben ik? Ik ben weer thuis en ik wilde heel eventjes de krans aan de deur laten zien. Laat ik het eventjes vanuit binnen zien, maar het is heel cool. Ik vind hem in ieder geval heel cool. Oh, hij is een beetje ingezoomd. Kijk, dat is onze deur en dat is dan de krans. Mooi, hè? Oh, ik ben zo blij mee. Echt een grote krans ook. En ik had deze ook nog van mijn schoonzus en mijn broer gekregen. Deze ballen. En dit is een donut. Die is heel leuk. Ik ga hem laten zien. En eetbare ballen weer erbij. Heel leuk. Dus die ga ik ook even in de kerstboom hangen. Ik voel aan mijn neus. Goedemorgen, het is 13 december. We beginnen vandaag met deze. Die heb ik echt 5 jaar geleden gekocht. Dus ik hoop dat de gel of de lijm nog werkt. Maar we gaan kerstnagels plakken. Ik ben benieuwd. Dit gaat echt heel snel. Dit is een sizzelzone. Zo'n burner. Die wordt meer dan 800 graden. Dus als je iets snel krokant wil grillen, is dit echt ideaal. Het ziet het eruit, hè? De geur van rozijn. Het gezellig, toch? Hier uit het vat. Ja, het is helemaal een kerstmoed. Het is een hele mooie begrijp. Met de kalkoen, met de gevogelten, de abrikoosje. Ja. Het is echt een hele mooie. Het eindresultaat. Ik heb op mijn pink... Oh, mijn focus is een beetje gek. Op mijn pink in ieder geval dennenboom. De arreslee met de rendieren ervoor. Een blanco op mijn middelvinger. Een boom op mijn wijsvinger. En dan ook de bomen op mijn duim. Maar die bomen, die wilde ik niet zo goed op focussen. Kijk. Nou, schattig subtiel nageltje, toch? Vandaag gaan we gingerbread mannetjes maken, alleen dan in deze vormpies. Dus ik heb even mijn setup opgezet in de keuken. Ik moet er alleen even een lamp bij zetten, want we hebben heel veel tegenlicht aan die kant. Ik vind het wel leuk, want dan komt de kerstboom op. Dus dat ga ik nu doen. Maar eerst mezelf maar eens fatsoeneren. Toetje. Ja, november is al afgelopen, maar ik vind het leuk om mensen een beetje... Iedereen vindt de snor ook lelijk bij Nicky, maar ja. Behalve ik. Heb je? Ja. Oh. Yeah. De nagel. Leg hem bij mijn andere. Dus hij zat er wel in. Ja, zo'n vies ik. Ik dacht, wat zit daar voor vies ding? Maar dat was jouw nagel. Dus dat klopt wel. Dit is echt zo grantig. Ja, inderdaad. Ga je deze dik al wel een redelijke bel of deeg? Een half geklopt ei. Oké. Anders? Een geklopt ei? Ja, Mathia is wel echt eigenwijs, ja. Ja, mensen. Dat is echt goede rand. Oh, je zit erop te kloppen. Oh, man. Oké, ik ben een andere sidekick. Kunnen we Mathia... Ja, dat was dus een heel dom idee voor het koken, bakken, de nagels op te doen. Het was verder een, nou, hoe moet ik het noemen? Het was, ja, bijna een niet succes. En toen kwam Nicky me redden. En die heeft geholpen. En toen is het gingerbread huis uiteindelijk nog goed gekomen. Of in ieder geval, dat heeft Nicky gemaakt. Deze heb ik een beetje te lang in de oven laten zitten. Maar op de...
tafel staan ze die goed zijn. Ik moet ze alleen nog versieren. Daar heb ik geen zin in. Mijn opa en oma zijn langs geweest omdat ze ook graag het huis wilden zien. Ons nieuwe huis. En door de corona ja, is dat er niet van gekomen. We hadden natuurlijk geen housewarming party. Dus nu kwamen ze, heb ik ze gisteren even opgehaald. Zodat ze ons huis konden zien. En ze hebben dus voor mij gespaard van glazen van de Jumbo. Dus nu hebben we eindelijk ook longdrink glazen. Ik heb iedere keer altijd alleen maar die kleine glaasjes. Die ook hele dikke prima zijn. Maar nu hebben we ook dus wat langer. Als je echt mensen op bezoek hebt, kun je wat groter glas pakken of zo. Vet lief. Dit zijn de glazen. En ik had ook nog 2 gin tonic glazen. Dus nu heb ik 6 gin tonic glazen. Wat moet je ermee vragen af? Maar ja, weet niet. Als feestjes weer gegeven worden mogen, dan is het cocktail drinken bij ons.